Chagrijnig. Hey, wat wakker, Gumbo. Want je moet met de man mee. Want mijn man heeft klusjes gevraagd aan mij. En ik hoor dat jij de klusjes doet. Nee, hij moet mij juist helpen. Als van die ene jongen die me uit de wip duwde. Nee, hij moet bij mij mee om make-up te zetten. Zodat ik weet hoe hij mij staat. Ik was hier het eerst. En wij moesten oefenen voor de braderie. En ik heb het hem ook als eerst gevraagd. Nee. Waarom doe je niet, lieverd? Omdat ik chagrijnig ben. Hij is zo chagrijnig dat hij niet uit zijn woorden komt. Soms als ik chagrijnig word, ga ik gewoon opstaan en lekker meedoen tot ik echt blij word. Nee, jij eet toch gewoon een normaal hotdog? Hotdog is het echte antwoord. Maar gewoon opstaan en lekker meedoen. Ik wist dat jullie allemaal verdwenen waren. Hallo? Verstappen jij het bed spelen? Ik vind het leuk. Oké. Dus niemand vindt het erg als ik dit doe? Doe. Mijn hoofd is op pijn en ik ben misschien pijn. Je weet wel, misschien ben ik dood of zoiets. Dat betekent dat ik misschien zelf iets kan doen. Oh nee, ik weet wat ik heb gedaan. Ik heb gewoon een gehoord ergens gewenst. En nu is iedereen weg van wie ik iedereen van hou. Mooi. Ik ga nu even iets spelen. Kleine Jantje. Ik ben Jantje. We zijn een gelukkige gezin en we weten wat we moeten doen. Oh, ik vind het super fijn. Laten we wat eens allemaal doen. Ja. Ik ben Gumborg, jullie schepper. Kleine Jantje. Ik spuit door de wc. Je sterft in de toekomst. Oké. Dat helpt blijkbaar niet. Dat betekent, ik moet zelf iets gaan opzoeken. Dit betekent, ik denk aan koken. Dat is het perfecte idee. Hallo, dit is het kookprogramma. Ik ben Campbell Watson en vandaag maken we mijn lievelingsgerecht broodbrood. En dat is echt leuk, oké. Dus, we zitten deze eten en we putten zo daarin. En dan is alles weer in orde. Dus daarom vind ik het altijd fijn. Ja. Weet je wat? Ik ga nu met mijn familie eten. En geniet van het eten. Dus, hoe vindt iedereen van mijn broodbrood? Geen idee. Het smaakt zo van, ik weet niet, fascinerend. Dank je. En mijn beste vriend, hoe vind je hem? De ouders zijn al goed lekker. Hoe vind jij het, pap? Ik vind het grappig, maar het is ook heel erg leuk. Ja, ik weet het. Ik vind het voedselvergiftiging. Deze eten smaakt. Ja, met het eten pingelen. Het smaakt, Gumbo. Hé, ik heb mijn best wel voor gedaan. Heel dag hieraan gewerkt. Dus een beetje respect kan wel ook komen. Als ik iemand om me heen had. Hallo? De enige oplossing is tv. Oké. Tijd om een commercial te kijken. Dit zijn de vier enige soorten op aarde. De drie enige soorten. De twee enige soorten. De enige soort op aarde. Ga naar de kamer. Bent u ook soms ontevreden over uw shampoo? Dan kun je hier een shampoo nemen en dan kun je over je huid. Je hoeft je nooit zorgen te maken. Oké, ik moet iets anders hebben om iets op me op te roken. Ik heb het idee. Muziek! Een liedje! Ik breng de kracht tot de muziek in me. Kijk maar nou hier zo in het bouw. Ik heb een hele mooie lach die is hier. Ik heb de benen, oren, tanden rijk. Ik heb de zes blauwe vingers, twee duimen erbij. Het leven brengt een lach. Kijk maar, voel je, zie je echt niks uit. Het leven brengt een lach. Dus ik blijf er lekker lachen, want het houdt me op de been.
Dus zegt hij eens boven van in mijn tengels, hé. Die bruid die gedaan is, die aan mijn billen kleven. Maar we altijd blij met de sinaasappelsap, heb ik het dan nog aan poets. Drop is bizar. Ik ben op gekke bloemen, maar bij het over de hoekje. Die brengt me van de kou. Een videospel waar ik voel me lekker met mijn mannen uren spelen. Doe mijn duim pijn. Het leven is soms zwaar. Kijk maar goed, het over zie je echt niet. Ik zei, het leven is soms zwaar. Daar heb ik maar voor, zit die arm zo weg. Dit spel is stom, ik zit vast. Bij level 2, wat het enige niet wat raar is. Moet je zeggen, ik heb last van zon en dat het ding is. En ik wil zo van alle mensen die te gaan. Maar dat is er niet extra. Leven is soms rood. Kijk maar goed, je zooi verzin je echt met zijn. Leven is soms rood. Leer het klaar, wanneer het dat er ligt. Ik verveel me zo. Ik ga naar buiten. Misschien zijn er andere mensen om mee te spelen of om te praten. Hallo, iemand in de wereld? Mensen van de wereld, geef antwoord. Ik weet het. Het is vast een verrassingsfeestje. Oké, okay, doe mijn ogen dicht. Verrassing! Nee, geen verrassing. Wat moet het nou zijn? Ik snap het echt niet. Betekent ik moet mensen roepen. Hallo? Hallo? Meneer Robinson? Directeur Brown? Penny? Ellen! Nee, wacht, Ellen, als je dat hoort, ik ben liever alleen in de wereld dan met jou. Waar is toch iedereen? Dit is geen verrassingsfeestje. Maar niemand ook op straat. Iemand anders die ik niet ken. Please, antwoord. Ik heb het idee. Ik kijk gewoon naar restaurants. Wat? In plaats van Joyful Brigade heet het nu Mystery Burger? En Kapitein Burger, Kapitein Eikel? Wat zijn plaatsen tegen me? Ik weet echt geen idee. Ik heb echt geen idee wat hier aan de hand is. Het voelt alsof ik helemaal los ben gehangen. Nou, niks kan me nog tegenhouden precies. Weet je wel, misschien is het toch een verrassingfeestje. Oké, ik doe mijn ogen dicht. Oké, klaar. Ik ga nu mijn ogen wegdoen. Mijn handen, bedoel ik. Verrassing! Kom op, papa, kom op. Wat is het nou? Kom op, geef iemand een antwoord. Ik wil weten wat hier aan de hand is. Ik wil weten wat hier aan de hand is. Hij zo snel mogelijk. Dit is zo raar. Wat is dat? Iets zwart. Huh. Nou, normaal zou ik al gesproken nu wegrennen, maar dat is zo. Oh, goed zo, benen. Sneller. Duisternis komt naar me. Help me. Help me. Help me. Oh. Ik ben niet dood. Waar ben ik toch? Wat is dit toch? Wat is dat? Hallo? Oh, wat moet ik nou toch doen? Wat zei papa ook alweer? Als je chagrijn hebt, doe alsof dat we met je meedoen. Als je chagrijnig bent, pap, dat heb ik al gezegd. Oh, oké. Okay. Nee, maar! Oh, wat is de regen ook nog ook alweer? Oh, wat hij van... ga dan opstaan en tot je lekker moet meedoen en tot je echt blij wordt. En dan word je echt... Laat maar. Nee, pap! Maar hoe dan? Oh ja, mijn droom zou ik die iets leren voor die ene braderie. Oké, ik probeer het. Ja. Oh, kom op. Ah, kom maar, mijn gambo. De braderie moet lukken. En... Huh? En vooruit! Oh, jullie zijn terug! Kom mee, Darwin! Dan gaan we nu naar die braderie. Moeten we het hem vertellen? Is het sterven in de toekomst? Oké.
Dat was raar. Ja, wat vind je van mijn bruidbrood? Oeh, lekker. Bum. Ja, ik vind het best wel lekker. Hallo. Ellen, als je dat hoort, ik ben liever alleen in de wereld dan met jou. Nou, had ik al wel verwacht. Duisternis neemt me aan. Wat is dat? Nee, we sparen die afgang maar. Loterij! We zingen hoog, we zingen hoog, we zingen laag, we zingen laag. We zingen laag. Dat was vroeger mijn favoriete serie in de jaren 80. Het was zo geweldig. Meneer Pap, het is zo geweldig op tv. We hebben nu, als je loterij wint, je moet gewoon 4-2-0-1-5 hebben. Dus... 4-2-1-0-5? Jongens, we kunnen raak worden. En dan hoeven we niet meer naar de universiteit. Richard, dat is verspilling van tijd. Je moet je hele tijd zoeken naar cijfers. Waarom? Ik vind het te gek. Het is super fijn. Wow. Als Richard dat maar niet gaat nemen. Ik heb het al. Wat? Oké, laten we zoeken. Pap, ik vind dit zo saai. Weet je Richard, maar als dat ik zonder muziek zou doen? Richard, als we het niet vinden, is het uit. Oké, deal. Wat? Oké, dus jongens. Huh? Ik zet de muziek aan en dan wordt het perfect. Maar wij horen het niet, het is een achtergrondmuziek van de studio. Maar dus de muziek staat aan. Het voelt het van niet, ik voel het ritme niet. Oh, zij even de monitor aan het kijken. Oh, ze hebben het hopeloos. Oké. Als we het niet vinden, is het uit, dat weet ik. Oké, dan gaan we nu beginnen. Ze zoeken hele dag. Ze zoeken de woorden, ze zoeken de nummer van de loterij. Ze zoeken alles en de hele dag door. Maar ze vinden helemaal niks. Gumball schaapt en Anais vraagt in zijn ogen. Dorin zoekt en Richard zoekt. En de hele Warrison blijft zoeken. Dat was het. Alle loterijen, we hebben niks gevonden. Dat was de test. Dit is de originele. Dus je hebt heel veel geld verspild gewoon voor een neppe loterij. Is dit, ja. Is dit ook een test? Ja. Dit zijn de echte. Geef me. Kijk Richard. De nummer. Hoe was de nummer alweer? 4-2-1-5. Nou, we hebben gewonnen. We hebben gewonnen. Richard, het schiet uit. Nu kunnen we kopen. Oh, nu ga ik een neusbutler halen. Wacht. Je moet eerst naar het gemeentehuis om het te laten zien, zoals... Ja, ik wou het net doen. Kom mee, man. Kom mee, dan gaan we samen het investeren. Pap, ik wil niet met jou mee. Je stinkt. Oh, kom op. Een beetje stinken. We hebben geld die ik dat kan oplossen. Pap, laat me hier. Oh, de gelukkigste mama ter wereld. Hoe wordt onze fantasie als we rijk zijn? Dan horen we bij de rijke club. Topis is ook rijk, maar Sam is rijk. Dan horen we bij hun club. En Joe ook. Oké, jongens, ik heb een shotgun en dat is een soort pistool. En jullie zien het terug, jullie proberen te beschieten. Klinkt dat niet gevaarlijk? Ja, ik bedoel, gaan we dood? Actie! Jullie krijgen geld, dus wees blij. We gaan omhoog. We gaan omhoog. We gaan omlaag. We gaan omlaag. We sterven. We gaan omlaag. We zijn sukkel. Hey, de spullen, red die bouw. Rustig aan, Bob. We zien gewoon verder. We gaan omhoog. We gaan omhoog. We gaan ernaast. We gaan ernaast. We gaan er. Bob, doe je open maar open. Oké, waarom? Ja, doe te ver. Oké, doe te ver. Weet je... Oké, meneer, we hebben korting in de winkel. Maar nu even serieus, we gaan nu echt te ver. Vroeger was je best seizoen, super aardig. Maar zit dat je die loterij ik had van jou, ik heb toch al duizend. Boeit me niet, ik heb alle geld waar ik nodig heb, ik ben raak. Mag ik nu komen auditie doen? Doe maar hoor. Bedankt Barbara, ik ga het met Richard over hebben. Ik zie je bij de boekenclub.
Richard, ik hoor niet dat je probleem... Hé, Nicole, kijk. Ik heb deze harnas. Gouden harnas. Geweldig met de geld dat we hebben geïnvesteerd. Het is helemaal veranderd. Ik bedoel, Gumball en Jordan zitten wel niet te gamen, maar ik... Maar ze zitten de hele tijd buiten en... Ja, dat is gezond. Dat wil je toch? Ze moeten toch meer naar buiten zitten in plaats van naar hun charme te kijken. Maar Anahi zit de hele tijd te liggen buiten en naar de lucht te kijken. En dat beschermt hem tegen verschillende knuffeldieren. Nou, tenminste is het nu minder broeikaseffect. En Gumball is nu ook aan het genieten buiten. En Darwin heeft nog sterker nog een butler die alles voor hem doet. Zijn naam is Alfred. Alfred, ik hou daar niet van. Dus jij houdt ook niet van deze ring? Hoe kom je daaraan? Dat is een echte diamant, lieverd. Maar als je hem niet wil... Ik wil hem. Maar misschien zouden we meer iets voor het goede doel moeten doen. Omdat wij toch al goed leven hadden. We waren juist dakloze soort van. En nu kunnen we alles betalen. En ons huis is een beetje veranderd. En nu ja. Nu ben ik gelukkig. We hebben nu een garage dit keer. Een garage? Ja, onze twee auto's passen er net in. Wauw. Echt wauw. Ja, groene auto, mijn gele auto, dus alles past erin, dus maak geen zorgen. Richard, ik ga gewoon nu de afwas doen. Nee, dat doet Dorian's butler wel, als Dorian tenminste woont. Hij is een beetje, hoe zeg ik dit, een beetje van gedrag veranderd. Wat? Hij heeft niet op de wereld, wil ik zeggen. Ah, ik wist het, ik ga naar Gumball. Wat zit je naar de lucht te kijken? Oh, ik heb mezelf daarboven iets gehangen. Daardoor ik nu de hele tijd kan kijken. En daardoor kan ik ook sneller in slaap vallen. En ze houden me ook s'nachts in bescherming. Kijk. Ding, 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 ding. Oh, daar is de lieve eendje. Oh, daar is de slang. Oh, daar is de dino. Oh, daar is deze ezel. Ja, daarom heb jij geen vrienden. Gumball, je bent helemaal niet veranderd sinds we het geld hebben. Wel als je zakdoeken in je zakken hebt. Wat bedoel je dan? Geen idee, ik heb het van tv. Net een uur geleden gezien. Een uur geleden? Normaal heb je altijd wifi-problemen. Hoe kan ik nou een uur geleden gezien hebben? Normaal zouden we het zo'n 30 seconden, een paar minuten geleden gezien hebben. Wat? Betaalt de huur niet meer? Wat? Hé, als je het goed vindt, haal ik een ijsje voor mezelf. Ja, oké, ik ga naar mijn werk. Dus, dit is de restaurant dat ik heb geïnvesteerd allemaal, jongens. Wow, ja. Ze hebben een stokbrood van de France. Ja, ik wil naast Richard zitten. Ja. Nou, dus, we hebben allemaal echte chique kleren. En ja, we zijn heel erg mooi. En charmant. Ja. Ga je mee eens even in boter? Ja, hier. Zei ik toch, we komen nooit naar deze chique restaurants en nu wel. Dus, mis je niet Joyful Burger? Joyful Burgers zijn voor zoelige, je weet wel, barwinkels, wakkels. Nou, deze restaurant is cool. Ik bedoel, ze verkopen hier echt steak en dit is mijn eerste steak dat ik heb gegeten. Oh, daar komt de rekening. Jullie hoeven niet naar de prijs te kijken. Ik betaal wel. Hé, ik ga het net als... voor je de check geeft open. Ik wil het als raak echt zo nemen. Even kijken, de rekening. €5.000! Wat? Voor dit allemaal? Ja, want de baas wil heel veel geld. Nou... Ik heb niet geld, want ik ben arm. Eigenlijk kost het 1 euro, maar wij willen 1000 euro van je. Oké, dus, ik denk dat de butler ons kan helpen. Alfred? Wat is de probleem, sa? Nou, is er nog geld genoeg bij de Warriors Bank? Je hebt alles leeg gehaald. Zelfs de spaargeld van jouw kinderen die normaal naar de universiteit gaan. Nou... Ik zou u missen, meneer de Alfred. En ik ga u niet missen, want ik ga naar Bruce Wayne en die ben ik geraakt bij anders mijn baas. Mijn baas, sukkels.
Wat een onbeleefderik is hij. We zijn arm dan normaal. Tenminste heb ik nog het laatste steek. Die kunnen we meenemen, ja. Maar ik... Buiten, er wordt nooit meer naar het steekhuis komen. Nou, nu dat we eruit zijn gegooid, kunnen we nog iets anders doen. Gewoon op straat leven en net als hobo leven. Of we kunnen nog een rode... Dat weiger ik. Of nog Richard, een... we hebben vrienden. Ik weet niet of ze me nog willen zien, nou, wat ik ze heb besproken. Praat nou gewoon maar met ze! Oké, ik was gewoon gevoelig, omdat je zo aandringt. Ik heb geen zin in die drama's, dus ga! Kom op, drink aan! Oké, drink aan! Dank je voor het, de burger, Larry. Ja. Kunnen we even praten? Larry, kom eens ook! Oh! Ben jij dat, Trisha? Sorry, dit is een glazen oog nadat je me beschoten hebt. En dit is een andere nek. Oh, ja. Het spijt me voor dat. Maar ik ben arm. En ik ben niet hier om geld te vragen. Ik wil gewoon zeggen dat het me spijt. En als jullie ooit op bezoek willen komen, dan sta ik in de hoek van de straat. We hebben Hopo's huis ingenomen. Zijn kleine doos. Oh ja, Hopo wordt nu bij jouw oude huis. Ja. En als jullie geld wil geven, ja, dan heb ik... Ja, ik ga wel. Richard! Wat? Wat is er, Bob? Wat? Dat is meer waard dan het huis. Niet gelijk als we geven. Ik wil gewoon dat je weer terug de oude weer bent. Nou, dank je, Bob en Larry. Ik weet niet wat ik moet zeggen, maar dank je. En ik geef je ook nog extra geld voor het eten. Ja, en dat was voor de lening, dus veel plezier, Richard. Dank je, jongens. Jullie zijn beste vrienden van mij.